Ja, dat is een dagje in het kamp. Dat is wat anders dan in Den Haag, zou ik zeggen. Ja, daarom ben ik hier ook zo graag. Het is tussen de mensen op de werkvloer is het altijd mooi om te horen hoe het daar gaat. Maar deze beelden geven ook heel goed aan dat in die krijgsmacht we eigenlijk alle facetten van een kleine samenleving hebben. Want hier draait gewoon een kleine samenleving. En of je nu van de beveiliging bent, of dat je nou van het geneeskundige, zoals de arts laat horen, of van de logistiek. We hebben mensen die goed kunnen bouwen, die overigens ook bijzonder goed kunnen slopen. Dat is ook hun vak. We hebben onze eigen luchtmacht eigenlijk hier. Ja, daarnaast in de krijgsmacht, maar dat is hier in Afghanistan wat minder natuurlijk. Maar goed, er is daar ergens een poort en dan gaan ze uit. En dan kom je uit de veiligheidsring en dan is het gevaar daar. En dat maakt het verblijf hier toch even anders dan in een gezellig dorpje waar je met elkaar collega's bent en met elkaar omgaan. Dat gevaar loert elke keer. Laten we even naar de battlegroup gaan. En jullie moeten zelf even uitzoeken wie dat het beste kan vertellen. Want een deel van jullie heeft deze week nog vuurcontact gehad. Dat is ook een term die ik moest leren. Maar het betekent gewoon dat er op je geschoten wordt, toch? Ja, dat klopt. Er is inderdaad op ons geschoten. En we zijn ook richting Chora geweest. Zeker omdat u ook zegt, uit de poort gaan, daar is het gevaar. De eerste keer is het allemaal best spannend. Maar op de een of andere manier krijg je al heel snel een wat rustiger gevoel. Je ziet hoe alles in zijn werk gaat. Je hebt een lange opwerkperiode gehad. En je merkt gewoon ook dat alles nu op zijn plek valt. Het hele puzzeltje is eigenlijk compleet. En zo zie je ook dat de mensen die ook zoeken naar die bermbom bijvoorbeeld, of wij hebben dan contact gehad, je ziet gewoon dat al onze drills en skills op hun plek vallen. Drills, even voor de mensen thuis, drills en skills? Zeg maar de handelingen die wij doen als wij in een tik belanden, als wij vuurcontact krijgen. Tik, 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 wat is tik? Sorry. Tik, troops in contact, een vuurgevecht zeg maar. Wij, wij worden beschoten, er ontstaat een vuurgevecht en dan zijn er een aantal handelingen die wij doen met de mensen waar wij mee op het roeien zijn, zeg maar. Even rustig opbouwen, waar komt dat vuurcontact vandaan? Ik bedoel, staat er een man met een baard achter een boom? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Als we hem hadden kunnen zien, dat zou wel prettig geweest zijn inderdaad. Helaas is dat niet altijd het geval. Meestal is het enige wat je hoort het welbekende fluitende geluid van de kogels. Dat is best een indrukwekkend geluid. Je ziet een beetje waar het vandaan komt. En waar komt dat vandaan? Want wij hebben hier vooral vlakland en bergen gezien. Waar staat de vijand? In dit geval in de kreen, in het bos zeg maar. Vanuit de bomen, achter de kwala's, de huizen die ze hier hebben. Daar, daar kwam het dit keer vandaan. En wat gebeurt er dan, Thomas? Want jij zegt opeens fluiten de kogels om je oren. En wat is dan de volgende stap? De volgende stap is een contactdrill. Contactdrill. Er wordt dan teruggevuurd, zeg maar. Ja. Iedereen zoekt een eigen plek, zeg maar. En zorgt dat er om ons heen, dat we niet ingesloten kunnen worden. En dan begint het gevecht en dan is er een stukje gevechtsleiding van de luitenant of de groepscommandant. En die stuurt iedereen aan. En zo gaan we voorwaarts of achterwaarts. Zit de luitenant hier? Of niet? Dat is Chris. Ja. Misschien moet u dat dan even verder uitleggen. Want er wordt geschoten en weet iedereen dan waar hij naartoe moet bijvoorbeeld?
Ja, in principe weet iedereen waar hij naartoe moet. Natuurlijk is het ook van de situatie afhankelijk op welke plek dat je staat. Maar goed, het is gebleken, iedereen die weet waar hij naartoe moet. En iedereen die kijkt ook om zich heen en let op, op wat, wat de anderen doen. En pas zijn eigen handelen daarop aan. En op dat moment creëer je op den duur als eenheid daar een situatie vanuit waar je kan werken. Maar om het platter te zeggen, er wordt geschoten en dan is het de bedoeling dat je terugschiet, of niet? Dat is wel de bedoeling. Ja. Althans, dat is wel wenselijk, aangezien we hebben mensen bij ons die willen beschermen. We kunnen daar met z'n allen blijven zitten en niks doen. Ja. Nou, dan is het natuurlijk wachten op totdat er ongelukken gaan gebeuren. Is er dan ook Afghaanse bevolking in de omgeving? In het geval van afgelopen week was er Afghaanse bevolking in de omgeving. Hoe reageert die? Die vluchten. Die zorgen gewoon dat ze wegkomen. Vaak zie je ook, of hoor je ook, dat ze van tevoren gewaarschuwd worden. Dat was in dit geval was dat niet het geval, maar we hebben na de hand ook nog met een aantal mensen gesproken. Sterker nog, de eerste keer dat we bevuurd werden, was er ook nog een Afghaanse man nood uit zijn boom aan het plukken. En op het moment dat het losging, vluchtte die ook snel zijn kwala, zijn huis in. Ja, er is dus regelmatig nog bevolking in de buurt die er ook niks mee te maken heeft. Hoe houdt u uit elkaar, even gewoon om het beeld te krijgen, wie een Taliban-strijder is, dus de vijand, of een man die nood uit een boom haalt? Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Gelukkig zitten wij ook aan een aantal regeltjes verbonden dat wij sowieso, zodra wij vuur uitbrengen op een eventuele Taliban, wij zeker moeten weten dat het er eentje is. Hoe weet je dat? Wat je kan hanteren is in ieder geval, de man moet een wapen bij zich hebben, dan wel handelingen aan het verrichten zijn richting ons, die vijandig zijn. Notenpluk uit de boom hoort daar in ieder geval niet bij. Ze hebben kleden aan, neem ik aan, en daar kan ook een geweer onder zitten, of niet? Ja, dat klopt. Op het moment dat iemand ons zou beschieten en het wapen weg zou steken onder zijn jas. En nood uit een boom gaat halen? Ja, dan wordt het voor ons wel lastig. Dan kunnen wij al eigenlijk je zei net even, gelukkig is het bij ons zo dat we zeker moeten weten dat het niet iemand van de bevolking is voordat we gaan schieten. Ik kan me ook voorstellen dat er militairen zijn die zeggen, dat is wel een ingewikkelde regel. Het zou veiliger zijn als we meteen konden schieten. Ja, als ik binnen mijn eigen eenheid ga kijken, denkt er gelukkig niemand op die manier. De ellende wordt natuurlijk alleen maar groter op het moment dat je dat wel zou gaan doen. Luk raken in het rond gaan schieten op het moment dat er op ons geschoten gaat worden. Zet je de bevolking alleen maar meer tegen je op. En dan wordt het alleen maar moeilijker om hier je werk te blijven doen. En zal het ook alleen maar meer worden dat je wordt aangegrepen. Maar is het niet zo dat als je beschoten wordt, dat je zo blinde haat krijgt tegen degene die jouw leven bedreigt, dat je denkt, het kan me niks schelen, dat regelt, je knalt erop los? Nee, dat idee heb ik niet. Het was ook heel apart om te zien dat op het moment dat het gebeuren eigenlijk voorbij was, we terugliepen. Je bent bezig geweest, je hebt gevuurd, je hebt gevochten. Een half uur later loop je terug en zie je ook dat alle jongens weer zwaaien en groeten naar de mensen. Dus dat is een behoorlijk contrast. Johan, jij zat daar, jij maakte ook deel uit van die groep. Hoe is dat als dat dan gebeurd is? Want hoe lang duurt zo'n vuurcontact bij elkaar? Is dat 5 minuten of een kwartier? Of? Nou, ik ben zelf niet bij de tik zelf geweest. Ik stond in de Overwatch. En ik hoor. De Overwatch is zeg maar een hoge plek waaruit alles te voorzien is, zeg maar. En waar alles geregeld wordt. Dus van daaruit hoorden wij natuurlijk de schoten. Want wij wisten dat onze maten beneden door het bos liepen, zeg maar. Dus ja, op dat moment dan word je wel even scherp natuurlijk van, komt het ook deze kant op en wat gebeurt er allemaal? Dus ongeveer toen het op een punt kwam dat het wat afzwakte, toen zijn we als QRF, dus een kleine reaction force, zijn we naar beneden gegaan om eventueel water te brengen en met de EOD, die moest ook ter plekke zijn, zijn we naar beneden gegaan en op het moment toen ik daar aankwam bij de boys, zag ik hoe blij ze waren ons te zien en de Apaches die over ons heen vlogen en gewoon eigenlijk heel raar gevoel, omdat je kent ze persoonlijk natuurlijk. Je ziet even die blik in de ogen van er is wat ernstigs gebeurd en op zo'n moment zijn ze gewoon heel blij. Alle hulp is welkom zeg maar op zo'n moment. Meneer Adang, dat zijn uw Apaches.